glibberig gladde straten zorgden afgelopen winter voor flink wat ongelukken. Het was deze winter zelfs zo erg dat 36.000 mensen in het ziekenhuis terechtkwamen. Dat is 8 keer meer dan in vroegere winters is uitgerekend. De meeste mensen die op stoepen en fietspaden uitgleden hadden iets gebroken. Deskundigen die de ongelukken hebben onderzocht vinden dat gemeentes goed moeten kijken wat ze kunnen doen om de straten bij volgende winters beter sneeuw- en ijsvrij te houden.